Hoi iedereen en welkom bij de finale van de Influencer Challenge. Ik sta hier vandaag met de winnaars van de afgelopen week. Met Rohan, hoe gaat het met jou? Het gaat wel goed. En wat ga jij doen met het geld als je vandaag zou winnen? Ik ga een nieuwe gitaar halen. Oh, superleuk. Dat kan zeker. Ik sta hier vandaag met Fien. Hoi. Ik heb gisteren een klein foutje gemaakt met het berekenen van de score. Eigenlijk had Fien dus gisteren gewonnen en daarom staat zij vandaag hier in de finale. Ja, en weet jij een beetje veel van muziek? Ja, wel een beetje. Ik ben er wel mee opgegroeid, dus ja. Top, want dat heeft te maken met de challenge die we vandaag gaan doen. En Guido, ja. Ben jij een beetje nerveus? Of heb je er wel vertrouwen in? Gezonde spanning, maar ja? Ik heb er wel vertrouwen in als ik zo kijk. Top. En Alexander, denk je dat je gaat winnen? Ja, ga ik wel vanuit. Ja? Tuurlijk. Oké, nou laten we dan maar snel beginnen. We gaan vandaag beginnen met de muziekquiz. Er worden een aantal nummers afgespeeld en degene die het nummer weet welk nummer het is of weet welke artiest het is, kan op de rode knop hier drukken. Als je allebei de antwoorden weet, dus je weet zowel de naam van de artiest en de naam van het nummer, ontvang je 2 punten. Weet je alleen 1 van deze 2 dingen, dan ontvang je 1 punt. Laten we beginnen met het allereerste nummer. Dance Monkey. Goed zo. Maar ik weet dan niet de artiest, maar nee? Ik weet wel Dance Monkey. Oké, helemaal goed. Dan gaat 1 punt naar Guido. Dan gaan we naar het volgende nummer. 1 momentje. De muziek is heel eventjes weg. Señorita, Camila Cabello en Shawn Mendes. Ja, helemaal goed, Fien. Dat het houdt in dat jij 2 punten hebt verdiend hier zo. Oké, dat gaat heel snel zo. Volgende nummer. Bruno Mars. Ja? Als iemand anders het andere antwoord weet. Bruno Mars en... Bruno Mars en... Oké, ik krijg nog 5 seconden. 5, 4... 3. Don't believe me, just watch zoiets. Nee, het was Uptown Funk. Oh, 1 punt. Maar je krijgt zeker weten 1 punt. Super goed gedaan. Terug in de race. Terug in de race. Waarom? Ik ben veel happy slimmer. Van? Happy. Weet ik niet. Pharrell Williams was de artiest. Maar je krijgt zeker ook 1 punt zo. Dit wordt echt een strijd hier zo. Iedereen is aan het knokken voor die knop. Oké, laten we gaan naar het volgende nummer. Dat is een lastige zo te zien. Ik weet alleen Maroon 5. Ja. Weet je ook toevallig de naam van het nummer of niet? Nee, dat weet ik niet meer. De naam van het nummer is Sugar van Maroon 5. Weer 1 punt voor Fien. Het gaat lekker, Fien. Ja, shit hoor. Okay. Het staat nu 1 voor Rohan, 1 voor Alexander, 1 voor Guido en 3 punten voor Fien. Het gaat weer niet helemaal goed met tellen. Saturday morning, jumped out of bed. Root of zo, of Why You Gotta Be So, en de artiest, geen idee. Oké, de artiest was, ik weet het zelf ook niet helemaal, Magic als het goed is, Magic. Met een uitroepteken uit mijn hoofd. Maar je hebt zeker 1 punt. Volgende. Jezus. Sowieso Justin Timberlake. Ja? En... I Got That Sunshine of zo, zoiets. Bijna, het was I Got That Feeling. Ah, jongen. Maar je hebt zeker 1 punt erbij. Het was toch Can't Stop the Feeling? Oh, Can't Stop, zie je? Ik weet het zelf niet eens. Ah, je was net... Oké. Gaan we door? Maroon 5, en dit is Moves Like Jagger. Ja, helemaal goed. Dus Guido is weer back in the race. Het is nu 1 punt voor Rohan, 3 punten voor Alexander, 3 punten voor Guido en 3 punten voor Fien. Dus Rohan, kom op, maak je inhaalslag. You can do it. I'm out of play. Ik ben van Maroon 5. Helemaal goed. Er is hier iemand fan van Maroon 5 hier. Oké. Okay. Oh ja. Oh, sorry voor de knop. Good Girl met Pharrell Williams en zo, toch? Nee. Is er iemand anders die het weet? Ja. Blurred Lines. Met, ja? Ja, wel, zit ook Pharrell Williams zit er wel in. Dus daar moet je dat puntje aan hem geven. Hij is niet de hoofdartiest. Nee, dat is Robin Thicke of zoiets. Ja, ja, klopt. Dat houdt in 2 punten voor Guido. Die heb je echt snel gehoord, zeg, allebei. Hey. Rohan. Fuck.
Nee, ik weet welke. Ik weet zijn naam niet. Helaas, is er iemand anders die het weet? I'm Sexy and I Know It van LMFAO. Ja, helemaal goed. 2 punten voor jou. Ik ga nog even een keer de tussenstand. Rowan 3 punten, Alexander inmiddels al 5 punten. Guido ook 5 punten en Fien 3 punten. Dus kom, jullie kunnen het. Je hoeft maar 1 keer goed te hebben en dan ben je alweer helemaal bij. Dua Lipa en de baby. Helemaal goed zo. Alexander, je gaat hard. Weer 2 punten. Good for you van Olivia Rodrigo. Zo. Hey Guido, er is hier nog een andere muziek in het midden. Je staat inmiddels al op 9 punten. Watermelon Sugar High van Harry Styles. Zo. Even kijken, je staat inmiddels op 11 punten. Tuurlijk. Romeo of zo, zoiets van Lil Nas. Hoe heet dat ook alweer? Call me when you want, call me. Dat liedje toch? Ja, het heet Monterno. Maar Monterno. Het is inderdaad wel van Lil Nas, dus daardoor krijg je 1 punt. Helaas, Rowan, je wist hem zeker helemaal, hè? Helaas. Ik heb het weer. Weer telt. Oh. Nee. Smooth Like Butter van BTS? Ja, helemaal goed. Jij krijgt er weer 2 punten bij. Ook, nu sta je op 5 punten. Dus Guido en Fien staan gelijk. Beetje dance, nu, hè? Alsjeblieft. Beetje dance, ja. Beetje ik heb dance. Pop gedaan. Kom op, jongens. Ja. Ariana Grande. Ja, weet je ook het nummer? De naam? Ik weet... Daar ga je. 34 plus 35. Nee, het was helaas Positions. Maar geen probleem, je hebt alsnog een punt erbij. We gaan naar de laatste 3 nummers. Oh, shit. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, na 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 na, don't call me up. Ja, dat is niet zo heel moeilijk meer, hè? Don't call me up, geen idee. Helemaal goed hoor, 1 punt voor jou erbij. Nog 2 nummers te gaan. Dit is Sarah Larsson en dit is Lush Life. Ja, helemaal goed, Guido. Kijk. Oh, nu staan Fien en Guido gelijk, dus... Als een van jullie twee zo meteen door wil naar de finale, naar de echte finale. Oh. Ik ben sowieso al door. Ja, jij bent. Ja. Nee, jij bent nog niet door. jij moet nog even 10 punten extra halen. Nee. Oké. Het laatste nummer. Die moet jij wel kennen, Fien. Ja? Doja Cat, Say So. Ja, helemaal goed. Je krijgt 2 punten erbij. En dat houdt dus in dat jij en Alexander doorgaan naar de laatste finale. In de laatste finale gaan we een pub challenge quiz doen met een aantal vragen erin eigenlijk. En de winnaar van die quiz wint dus de €250. Helaas gaan we nu dus afscheid nemen van Rowan en Guido. Je was toch zo zelfverzekerd? Ja, ik was sowieso zelfverzekerd. Maar, ja, maar even een applausje voor jullie. Yes. Je hebt het super goed gedaan. En dank jullie wel dat jullie aanwezig waren. En nu gaan we naar de finale. Oké, zijn jullie er klaar voor? Altijd. Ja, jullie kunnen een beetje hier blijven staan hoor. Okay. Het gaat weer met de knop. Dus als je het antwoord weet, druk op de knop. Oké. Hoeveel is 10 keer 12? 120. Helemaal goed. 1 punt voor Fien. Wacht, we beginnen weer even vanaf nul hoor. Ik moet even de puntjes doorkrassen. 1 punt voor Fien. Helemaal goed. Ja. Even kijken. In welke stad staat de Eiffeltoren? Parijs. Jij weten. Parijs. Ja. Helemaal goed. 1 punt voor Alexander. Noem een dier dat begint met de letter W. 3, 2, 1. Waluigi. Bafia. Met een W, sorry. Met een W. Oké, geen punten bij deze vraag. We gaan naar de volgende vraag. Uit welk land komt pizza? Italië. Helemaal goed. 2 punten, of een punt erbij voor Fien. Even kijken hoor. Hoe noem je een mannetjeskat? Een kater. Ja, helemaal goed. Waar woont SpongeBob? Bikinibroek. Zo, die was snel. Ik had mijn zin nog niet eens afgemaakt en je klikt al. Welke kleur krijg je als je geel met blauw mengt? Groen. Ja, helemaal goed. Fien staat aan kop. Even kijken hoor. Van welk eten wordt Popeye sterk?
Spinazie. Ja, helemaal goed. Fien staat met 5 punten voor tegen Alexander die 2 punten heeft. Even kijken hoor. Hoeveel is 8 keer 7? 56. Helemaal goed, Alexander. Je hebt nu 3 punten. Hoeveel ringen heeft het symbool van de Olympische Spelen? 5. Helemaal goed. Oké, je bent een inhaalslag aan het maken. Altijd, altijd. Even kijken hoor. Bij welke balsport is de bal niet rond? Rugby en American football. Helemaal goed. Oké, het staat nu 5-5, dus het wordt echt super spannend. We hebben ongeveer nog 3 vragen over. Oké, wie viel er in een 100-jarige slaap na zich te prikken aan een spinnenwiel? Hey, ik was als eerste. Aspoepter. Nee. Toch? Sneeuwwitje. Nee, het was door een roosje. Zelfde. Dat is niet hetzelfde helaas. Anders was die wel goed, hè? Welke sport wordt ook wel pingpong genoemd? Tafeltennis. Heel goed. Oké, het staat nu 5-6. Ik ga even nieuwe vragen zoeken. In welke film spelen 101 honden de hoofdrol? 3, 2, Domatius? 101 Domatius. Ja, het was de 101 Domatius. Dus Alexander krijgt er een puntje bij. Het staat nu 5-7. Oké, we gaan door naar de... Even kijken, zullen we nog 3 vragen doen? Oh ja, zal ik niet winnen zeker. Dan kan Fien nog een... Nee, maar we hebben nog genoeg tijd. Dan kan Fien nog een inhaalslag maken. Even kijken hoor. Welke dieren werden vroeger gebruikt om brieven te versturen? Duiven. Oké. Alexander staat voor met 8 punten. We gaan eens even verder kijken hoor. Wie is er goed met rekenen? Zijn jullie een beetje goed in rekenen? Of, nee. Oké, we gaan het gewoon proberen. Hoeveel is 780 min 20 plus 30? 710. Nee. Wacht, kan je de vraag nog een keer stellen? Nee, nu ga ik de kans naar Fien. 780 min 20 plus 30. Oh, wauw. 780. 700. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. We gaan door naar de volgende vraag. Geen probleem. Oké, de laatste vraag. Ik ga hem even opzoeken. Ik ga even een hele goede uitzoeken. Welke dag noemen mensen een ongeluksdag? Vrijdag de 13e. Helemaal goed. Nou, Alexander. Dit was de laatste vraag. Met hoeveel punten denk je dat je bent geëindigd? 13. Nee, geen 13. Oh. Nee, met 9. Maar het is altijd goed om hoger te streven. Dus, Alexander, jij hebt de challenge van vandaag gewonnen. Wat houdt in dat jij de winnaar bent van de week. Dus laten we even applaudisseren met z'n allen. Ja, dat heb je supergoed gedaan. En jij ook supergoed gedaan, Fien. Ja. Je hebt toch met de muziekquiz ben je ook gewoon tweede geworden. En vandaag ook weer tweede, dus is supergoed. En jij wint de prijs van €250. Lekker. Wat ga je ermee doen? Aan mijn zus geven, gedeelte. Oh ja, maar je had ruzie met je zus. Ja, ik had ruzie bij mijn zus. Dus zus, hierbij excuus in de vorm van geld, hè? Want ja, dat kan tuurlijk. Tegenwoordig. Je koopt gewoon iemand even om. Ja, ze werkt dat bij ons. Ja. En verder, want ik neem aan dat je niet zo... Of wel? Jawel. Ga je alles aan haar nee, geven? Niet alles. Nee. Oké, niet alles. Ik denk €100. Oké, en wat ga je er met de rest doen? Dat ga ik gewoon lekker opzij zetten. Stiekem vuurwerk kopen en dan... Nee, dat hebben we al gedaan. Oh, dat hebben we al gedaan. Oké, nee, dan hou je het over. Oké, nou dan ga ik... Ik ga het heel armoedig uit mijn zak pakken, maar... Hier heb jij je €250. Je mag het nog even natellen als je wil, hoor. Ja, dat vertrouwen jullie niet, hè? Nee. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken en voor de kandidaten voor het aanwezig zijn. En dan zien we jullie hopelijk volgend jaar weer terug. Zeker. Thanks.